Goedemorgen. Goedemorgen. Middag is het al. Dag Roos. Hallo. Voor Gert-Jan en Carla. Jullie liefde voor cultuur is groot en breed. Muziek, erfgoed, beeldende kunst, theater. En de steun die jullie hier aan geven evenzeer. Topinstrumenten voor muzici. Een conservator bij het Rijksmuseum. Koorproducties van de Nationale Opera. De restauratie van het orgel in de Pieterskerk en nog zoveel meer. Met de Stichting Kramerlems zijn jullie al decennia lang actief en vooral heel betrokken. Bij talloze culturele projecten, bij vele culturele instellingen en makers. Achter de schermen zijn jullie een grote drijvende kracht. En voor de schermen kunnen jullie vele cultuurliefhebbers daarvan meegenieten als publiek. Jullie voortdurende inzet, grote inbreng en een warm kloppend hart. Veel cultuur is inspirerend, waardevol en onmisbaar. En daarvoor geven jullie graag de Cultuurfonds onderscheiding. Dank je. Het is voor ons leuk om mensen te laten meegenieten van alle dingen die we doen. De liefde voor de cultuur zat er bij mij al heel lang in. In eerste instantie voor de muziek. Ik speel al vanaf mijn zesde jaar op diverse instrumenten. De muziek bij mij is begonnen in Haarlem in het oude concertgebouw. Met eindeloos zitten bij de Matthäus Passion. Mensen die in de kunst deelnemen, die werken vreselijk hard. Dat is punt één wat altijd vergeten wordt. Iedereen denkt, oh, ze gaan op het toneel zitten en spelen iets of spelen een stuk toneel. En dat is in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet het geval. Het is heel boeiend om te zien hoe al die mensen dus hun uiterste best doen om zo'n productie te laten lopen en op schema te laten lopen, op de juiste plaats te laten zijn. En bewondering voor al die mensen achter de schermen die ze eigenlijk nooit krijgen. Want ja, ze zitten achter de schermen en het publiek ziet ze niet. Bravo. Geweldig, hè? Hallo, mogen jullie wel? Jawel. Hoi. Hoi, hoi. Heel veel sterkte. En succes, hè? Ze zijn altijd weer ontzettend nieuwsgierig en geïnteresseerd van... God, hoe is deze productie? Hoe is die dirigent? Hoe is de regisseur? En dat vind ik fantastisch. Ja, en onvermoeibaar ook. Waar ze allemaal naartoe gaan en wat ze allemaal doen, ze missen niet veel. Nee. Het is werkelijk ongelooflijk energie. Wat ze allemaal doen. Ongelooflijk, ja. Wat belangrijk is, is dat er door de Kramers er zeker in tijden en ook misschien de tijden die gaan komen, want we weten natuurlijk allemaal niet hoe de subsidies, want wij zijn natuurlijk een rijksgesubsidieerd gezelschap, wat er allemaal nog gaat gebeuren. We hebben in het verleden al een behoorlijke bezuiniging gehad en dan worden juist sponsoren extra belangrijk om dit geweldige huis en dit geweldige gezelschap draaiende te houden. Zonder steun zou de cultuur toch erg achteruit huppelen. Er zijn hele groepen mensen die nooit in het theater komen of in het museum of bij de opera. Op deze manier proberen wij dus om daar die mensen naar binnen te halen. En te blijven laten komen natuurlijk, ook de jeugd. En dat is voor mij zeker de waardering van wat wij doen. Zij hebben plezier, wij hebben plezier en zij geven een heleboel mensen plezier. En we hopen het ook heel lang vol te houden, zolang we dus nog kunnen en in leven zijn.